Hallo, welkom bij vlogboek nummer 21. In deze video bespreek ik de volgende boeken. Peter Terrin, Monte Carlo, Franka Treur, Dorsvloer vol confetti en Jan van Mersbergen, De Laatste Ontsnapping. Stel je de volgende situatie even voor. Het is een warme lentedag in 1968 en we bevinden ons op het Formule 1 circuit van Monte Carlo. En daar is een simpele automonteur, een Engelsman, Jack Preston. En die ziet ineens een beroemde actrice Didi op zich afkomen lopen die in de richting van de Prins van Monaco loopt. Maar dan ineens op het moment dat de actrice langs de auto van Preston loopt, ontsnapt er brandstof en ontstaat er vuur. Jack redt Didi door zijn lichaam tussen haar en het vuur in te gooien. Met deze heftige gebeurtenis begint het boek Monte Carlo van de Vlaamse schrijver Peter Terrin, die naar eigen zeggen door het boek De Donkere Kamer van Damocles van Hermans schrijver wilde worden. In het boek lezen we over het vuurongeluk met Jack en Didi en Jack moet gaan revalideren. Na het ongeluk krijgt hij echter niet de erkenning die hij hoopt te krijgen en hij hoopt ook steeds op een bericht van de superster Didi, een actrice à la Marilyn Monroe. I wanna be loved by you. Monte Carlo is een klein meesterwerk waarop weinig aan te merken valt. De eerste 40 bladzijden van zijn nieuwe roman Monte Carlo moeten tot de beste behoren die Peter Terrin in zijn leven heeft geschreven. Opmerkelijk aan het boek zijn de korte hoofdstukken, vaak niet langer dan 2 of 3 pagina's. Omdat in elk hoofdstuk het perspectief bij een ander personage ligt, kun je als lezer niet lui worden. Je moet aan de slag. De hoofdstukken zijn fragmenten die aanvoelen als puzzelstukjes en ik verklap me alvast, die gaan niet een geheel vormen. De scène op het circuit van Monte Carlo is erg filmisch. Je bekijkt de scène van verschillende kanten terwijl de tijd haast stil lijkt te staan en je weet dat er vuur aan staat te komen. Het lijkt erbij een beetje op de film Vantage Point. Het verhaal met een gemiddeld leesniveau gaat over heldendom en de wil om erkend te worden. Jack mist deze erkenning en ondertussen gaat zijn fantasie met hem aan de haal. Het eindigt op zijn Hermans met een open einde waarbij je moet afvragen of de herinneringen van Jack wel echt waar gebeurd zijn. De eerste moeilijkheid van het boek Dorsvloer vol confetti begint al gelijk bij de titel. Want wat is nu eigenlijk een dorsvloer? Je kunt het letterlijk lezen als de ruimte op een boerderij waar gedorst wordt. Oftewel waar de graankorrels blijven liggen. Op een dorsvloer wordt het kaf van het koren gescheiden. En daarmee krijgt het ook een religieuze betekenis. Namelijk dat de uitverkorenen, de gelovigen van de niet-gelovigen, worden gescheiden. De schrijfster Franka Treur brak door met het coming-of-age boek over een jong meisje Katelijne dat opgroeit in een gelovige zin in Zeeland. Het boek is opgebouwd uit 12 chronologische hoofdstukken met losse verhalen. In het laatste verhaal, dat dezelfde titel heeft als het boek, vindt een bruiloft plaats waarvoor Katelijne al geruime tijd confetti heeft zitten maken. De verhalen draaien veel rond op de orthodoxe religie van het gezin en waarvan Katelijne afstand probeert te nemen. Als een enig meisje in een gezin met 6 jongens heeft ze het zwaar te verduren. Als haar borsten beginnen te groeien, wordt dat uitgebreid besproken aan tafel. De thematiek doet denken aan schrijvers als Jan Siebelink en Maarten het Hart, waarbij er dan vaak een breuk volgt met het gezin of met de ouders. Maar dat is hier niet het geval. Het personage Katelijne zoekt vooral waar de grenzen liggen. De reden dat dit boek zo'n succes werd, ligt deels besloten in de stijl van Treur. Het is beeldend geschreven en het heeft een lichtvoetige en vrolijke teneur. De wereld die beschreven wordt speelt zich af in de jaren 80 en 90 en voelt erg geloofwaardig aan. En in veel recensies werd dan ook de nadruk gelegd op de autobiografische aspecten van het verhaal. Het is een oer-Hollands of eigenlijk oer-Zeeuws boek, deze streekroman met een gemiddeld leesniveau. Het is origineel en lastig te vergelijken met andere boeken, zeker omdat er geen plot is. Het is als het ware een verhalenbundel rondom hetzelfde personage. Een dagboek in hoofdstukken van een Zeeuws meisje op zoek naar de grenzen van haar ouders en de religie. Jan van Mersbergen is een schrijver wiens naam bij elk boek dat verschijnt steeds iets bekender wordt. Hij heeft inmiddels 7 titels op zijn naam staan en voor zijn meest recente roman De Laatste Ontsnapping ontving hij de F. Bordewijkprijs. Het verhaal van De Laatste Ontsnapping draait rondom 2 motieven, namelijk vaderschap en vriendschap. En het is op een originele wijze gedaan, want de motieven worden op een dubbele wijze in het verhaal verwerkt. We krijgen te maken met een naamloos ik-figuur, een vader met een zoontje Ruben. Dit zoontje heeft een vriendje, Didi, die sinds kort zijn vader heeft leren kennen, Ivan, een Joegoslavische ontsnappingskunstenaar. En hij was slechts een flirt voor de moeder van zijn zoontje. Het viertal dus de vaders en hun zoontjes gaan naar Zuid-Frankrijk waar Ivan moet optreden. We lezen daar over deze soort vakantie, maar nog meer lezen we over het verleden en over wat er de afgelopen maanden is gebeurd. En een belangrijk element is dat de moeder van Didi niet op de hoogte is van deze vakantie. Mooie, precieze formuleringen, daar is Van Mersbergen goed in. Ze staan tegenover zijn heel dagelijkse observaties die de roman af en toe een beetje saai maken. De Laatste Ontsnapping is een smartlap, maar wel 1 op niveau. Goed geschreven en authentiek. Van Mersbergen heeft een verhaal geschreven met rauwe mannengevoelens over vaders die het liefst zouden willen ontsnappen, maar die zich ook vol overgave storten op hun relatie met hun zoon. Ja hoor.
Zo neemt de womanizer Ivan de ik-figuur mee het nachtleven in en leert hij hem hoe hij vrouwen moet versieren. Van Mersbergen, meer voor mannen. Net als bij het boek van Frank Auteur is het een boek dat lastig te vergelijken is, zowel qua verhaallijn als qua stijl. Het is prettig lezen, maar soms wat saai, want er is weinig actie. Maar juist veel symboliek, waarbij het vaderschap dus meerdere kanten opwerkt. Ja hoor. Een gemiddeld leesniveau en een dichtgemetselde verhaallijn zonder groteske scènes. Er komt bijvoorbeeld geen confrontatie tussen Ivan en de moeder van zijn zoontje. Als lezer leef je wellicht nog het meeste mee met de twee jonge jongens die veel flauwe moppen vertellen. Pas als Ivan het lukt om te lachen om een mop, dan voel je de bevestiging die zijn zoon zo nodig heeft. Het gaat om een verhaal met mannenpathetiek en Van Mersbergen verrast je op het einde met een wending die de hartslag van de ik-figuur nog even 2 maal zo snel laat kloppen. Ja hoor.